Ik had besloten dat ik ziek werd en toen doe ik nog geen tulband. Dus iedereen zei van ja, maakt mij niet uit wat je doet. Dat moet jij zelf weten, jouw geloof is jouw geloof. Dat interesseert me verder niet. En toen ging ik een tulband dragen en toen waren allerlei mensen die toch, ja, die daar niet mee overweg konden. Toen waren er mensen die afstand namen, die niks meer met mij te maken wilden hebben. Ja, dat was wel een behoorlijke klap. Ik ben katholiek opgegroeid. Ja, een klein dorpje in Haren, de katholieke omgeving. En het katholieke geloof heb ik een hele tijd gevolgd, kun je zeggen. Tot ik een jaar of 30 was. En toen begon het een beetje te verwateren. Die wekelijks spreken en zo. En op een gegeven moment vond ik dat zo'n onzin wat die man vertelde. Ik denk van ja, het zal wel. Maar ik denk, ja. Die sloot niet aan bij de werkelijkheid. Bij mijn werkelijkheid, laat het zo zeggen. En toen ben ik eind jaren 90 van de vorige eeuw ben ik gaan wandelen. Lange afstandswandelingen. En dan ga je nadenken over allerlei dingen, maar ook over geloof bijvoorbeeld. En toen kwam ik tot de conclusie voor mezelf dat er meer was dan de wetenschap kan verklaren. Ik ben wetenschapper, ik heb technische natuurkunde gestudeerd. Maar er was meer dan de wetenschap kan verklaren. En ik denk van, nou, waarom noem ik dat dan geen God? Nou, oké, dat was het dan. Dus ik had eigenlijk van het katholicisme alleen maar God overgehouden. Mijn naam is Theodore Singh Theekhoer, voorheen Theodore Snelle. Ik ben een Sikh. Kijk, dit is een soort ondertulband of huistulbandje wat je noemt. En die kun je vrij snel omdoen. En dat doen mensen of als aan voor werk of zo, of thuis. Het ochtendritueel begint met 's morgens, ik sta op, ik douche mezelf, poets mijn tanden, je maakt je schoon. Dan ga je mediteren, een poging om dichter bij God te komen. En dan doe je de 5 gebeden. Meestal doe ik er 2 uur over het hele traject. Maar mijn gebeden in Nederlands kosten me ongeveer tussen 3 kwartier en 1 uur. Als het koud is, doe ik meestal even de sprei om. Maar dat is niks... Het heeft niks met geloof te maken, het is meer met kou. Ik begin meestal met een mantra. En dat kan van 5 minuten tot een half uur tot een uur duren. Dat hangt ervan af wat je stemming is, denk ik. Sikhs is het 5e grootste wereldgeloof in de wereld. Dus het christendom is het grootste, dan krijg je de moslims, dan krijg je de hindoes, dan krijg je de boeddhisten en dan krijg je de Sikhs. Er zijn wereldwijd, de schattingen lopen uiteen tussen 24 en 27 miljoen. Nou, in Brabant, dat zijn er echt tientallen, misschien. Het geloof is gebaseerd op gelijkheid en gelijkwaardigheid en vrijheid van iedereen. En Sikhs geloven in één God. Nou spreek je ineens Nederlands. Ja. Grapjas. Wat er normaal gebeurt in een gurdwara is dat er een dienst is op zondag. Het religieuze deel is natuurlijk belangrijk, maar ook het sociale deel is daar belangrijk. Mensen zien elkaar daar 1 keer per week. Dus het is ook een ontmoetingsplek, kun je zeggen, daar. En dan kom je dus hier de gebedszaal binnen. En dan ga je eerst de gastheer begroeten. En de gastheer is de Guruk Granth Sahib. De Guruk Granth Sahib is het heilig boek van de Sikhs, dus de heilige teksten van de Sikhs.
En dan, dan vooraf en tussendoor is het sociaal gebeuren. Kun je luisteren naar muziek, je kunt luisteren naar lezingen, maar je kunt ook naar de eetzaal. Dan kun je thee drinken met wat zoetigheid meestal. Dan gaan de mensen weer terug in de gebedszaal zitten. Dus het is een beetje op en neer gelopen. Eén zo'n oranje. Ja, dankjewel. Dat is goed. Alsjeblieft. Zo. Alles goed? Ja. Na de meditatie kun je zeggen, die dient ervoor om in contact met God te komen of in ieder geval je gedachten leeg te maken, ga ik de gebeden doen. Ik heb de gebeden in het Nederlands vertaald, dus ik kan ze in het Nederlands opzeggen en ik heb ze op mijn telefoon staan. Dus ik gebruik mijn telefoon als goedka. Goedka is meestal een boekje wat we meeste Sikhs hebben met de gebeden erop, de dagelijkse gebeden. En ik heb ze elektronisch. Dus dat is ook niet helemaal typisch, maar het is niet anders. Japsi Saap. Eén God, ware naam, schepper zonder angst, zonder haat, onsterfelijk, ongeboren, zelfbestaand, de goede genade. Ik was helemaal niet op zoek naar een religie of naar een geloof of naar spiritualiteit of naar zingeving of zo. Ik was helemaal niet op zoek naar iets. Ik was helemaal tevreden, ik was helemaal happy. En toen kwam ik Sikhisme tegen en ik wist niet wat het was. En ik denk van, waarom weet ik dat niet? Ik bedoel, als je in Nederland opgroeit, dan heb je middelbare school gehad en dan weet je iets van het christendom, iets van het boeddhisme, iets van het hindoeïsme, iets van de islam. En nu kwam ik dus ineens iets tegen waarvan ik niks wist. En als researcher zijnde ben ik nieuwsgierig van aard. Ik denk, laat ik eens kijken wat dat dan is. Nou, ik begrijp het, hier is overal een echt. Hij kan niet worden verwezenlijk, nog worden gemaakt. Hij bestaat uit zichzelf, vrij van Alex Smit. Nou, dan ga je een beetje rondkijken op internet. En elke keer kwam ik dingen tegen die ik al kende, die ik herkende, die ik vanzelfsprekend vond, die ik natuurlijk vond, die bij mij paste. Nou, als je dat een tijd lang doet en elke dag kom je wel iets tegen van, hé, dat ken ik. Of hé, dat hoort bij mij. Op een gegeven moment kon ik niet meer ontkennen, ik ben dus een Sikh. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, ja oké, als ik dus een Sikh ben, dan ben ik ook een Sikh. Zo simpel is het. Zet hier een bakje. He ni mani an de mani tani an de tani oti an di ut sa che pita vai guru. Aap de hazur. Dat was hij. Kijk, in Nederland heb je de tulpenboeddhisten, heet dat. Hè? Dat zijn mensen die zijn dan christelijk opgegroeid, maar zijn niet zo heel christelijk meer. Zijn ook nog niet helemaal afgevallen van de geloof, maar die pikken allerlei dingen uit het boeddhisme uit. En dat heet dan tulpenboeddhisme. Nou, ik had geen zin om een klompensik te worden. Ik denk van, ja oké, okay, als ik dus echt Sikh word, dan word ik ook echt Sikh. Ik ben ook echt naar de pastoor geweest hier. Ik zeg, ja, ik ben niet meer katholiek, ik word Sikh. Dus ik heb met die man heb ik echt een goed gesprek gehad, van 2 uur denk ik. En die wenste me veel, veel geluk. Die heb ik mezelf ook echt uitgeschreven in het katholieke geloof. In het begin dacht ik eigenlijk heel simpel, ik word gewoon cybersick. Ik bedoel, ja, er wonen geen Sikhs in Brabant, of bijna niet. Er is geen gemeenschap, zover ik weet. Dus doe ik het op een afstandje. Eerst heb ik mezelf aangemeld bij die Nederlandse website. Want dat is een website die heeft heel veel teksten erop staan in het Nederlands. Maar ook heel veel Engelse teksten en die vroege vertalers. En ik denk van, nou, dat snijdt het mes aan 2 kanten. Ik ken goed Engels. Dan leer ik dus iets van het Sikhisme en hun krijgen mijn Nederlandse teksten. Toen vroeg ze mij op een gegeven moment de 6 regels te vertalen. Dus die ben ik gaan lezen in het Engels en er waren een heleboel dingen die ik niet begreep. Dus dan heb ik op een gegeven moment toch maar gebeld naar die mensen van Sikhs in Holland. Van jongens, ik heb die tekst nu om te vertalen, maar ik snap een heleboel dingen niet. Ik moet echt uitleg hebben van iemand die mij kan uitleggen wat dat nou betekent. En toen ben ik pas met Sikhs in aanraking gekomen eigenlijk. Dus ik had besloten dat ik Sikh werd en toen doe ik nog geen tulband. Iedereen zei van, ja, maakt mij niet uit wat je doet. Moet jij zelf weten, jouw geloof is jouw geloof. Dat interesseert me verder niet. Mijn vader was inmiddels redelijk dement, dus die vond het allemaal niet zo heel interessant, denk ik. Mijn zus die kwam met de reactie van, als het maar geen secte is. Ik zeg, nou, het is geen secte, het is een wereldgeloof.
En mijn eerste dragen van de tulband was een soort onderzoek om te kijken wat het nou betekende. Ik had op internet die discussie gevolgd over wel en geen tulband. En Sikhs die komen naar het westen toe en doen een tulband af, want ze worden gediscrimineerd en zo. En ik begreep dat niet goed genoeg. Dus ik ben die tulband gaan dragen. Eerst dus geoefend om hem op te krijgen en toen naar buiten toe met die tulband. Ja, dat was niet zo'n grote stap eigenlijk, want ik denk van ja, ik kan mijn haren groot verven. Of een harenkam nemen of weet ik wat. Dat is ook bijzonder. Is zo'n tulband dan anders? En pas na een dag of 3, 4 had ik het idee van oké, nu draag ik die tulband en nu kan ik hem ook niet meer afdoen. Ik heb die tulband omgedaan en die blijf ik dus dragen. En toen begonnen allerlei mensen heel vreemd te reageren. Toen waren er mensen die afstand namen, die niks meer met mij te maken willen hebben. Niet zo expliciet, maar gewoon, die zie je gewoon verdwijnen. En er zijn ook mensen die het niet lijken te zien of zo. Ik kreeg ook geen enkele reactie. Heel vreemd, ik kreeg geen enkele reactie. De buurvrouw niet, niemand. Later hoorde ik dat andere reacties komen terecht bij mijn zus. Ze durven het mij niet te vragen. ...25 jaar ben ik hopman geweest van de plaatselijke padvindersvereniging, Schouting. Dat heb ik altijd met plezier gedaan. En dan werd ik op een gegeven moment begon dat ergens te wringen toen ik een tulband ging dragen. Toen ik ziek werd niet, ik heb dat verteld daar, ik ben ziek geworden en moet ik dan de ouders inlichten of zo. Ik heb met bestuur gesproken van ja, toch een andere religie en het is hier allemaal katholiek en je weet maar nooit. Nou, het bestuur, daar moet allemaal niet zo moeilijk over doen. Geen probleem, dat maakt niet uit. En toen ging ik een tulband dragen en toen waren allerlei mensen die daar niet mee overweg konden. En toen werd ik op een gegeven moment, zei de voorzitter van nou, wij kunnen het ons niet meer veroorloven met jou geassocieerd te worden. Ja, dan, dat zegt natuurlijk genoeg, dat is heel mooi gezegd. Maar de conclusie was, stap maar op. Ja, dat was wel een behoorlijke klap eigenlijk. Ik bedoel, ik had daar toch behoorlijk wat tijd aan besteed. Als je hopman bent, dan ben je toch minstens 2 of 3 avonden in de week ben je daarmee bezig, als het niet meer is. En zomerkampen, weekenden, et cetera, et cetera. En dat was ineens weg. Dus die contacten die verlies je dan. Dus ik was ook niet aan het preken. Ik was ook niet mensen aan het overhalen om ziek te worden. Want dat mag je als ziek niet eens. Dus ja, ik heb zitten denken van ik kan er natuurlijk een hele toestand van maken. Maar je zit natuurlijk in een kleine dorpsgemeenschap hier. Dus dat heeft zo weinig zin, denk ik. Ik had er ook niet zo'n zin in om er tegenin te gaan. Ik bedoel, ik hoef me toch niet te verantwoorden voor het feit dat ik een tulband draag. Nou, dat doe ik dan ook niet. Als jij willekeurig op straat gaat vragen van wat voor geloof heb ik? Nou, 99% zegt dat ik een moslim ben. Dus dan word ik afgerekend op mijn uiterlijk in de veronderstelling dat ik een moslim ben. Dat is sowieso al fout. Goedemorgen. Het is sowieso al fout dat je op uiterlijk wordt afgerekend en het is sowieso ook al fout dat je op geloof wordt afgerekend. Nederland is toch vrijheid van geloof, denk ik. In die lange wandelingen door de natuur had ik een beeld gekregen van wat ik dacht dat God was. God is alles. En met alles bedoel ik echt alles. Dus niet alleen de natuur, maar ook alles wat bestaat. Dus ook je gedachten, abstracte dingen, fysieke dingen. Alles is God. Dus dat was mijn idee van God en het paste bij het Sikh geloof. En dan allerlei dingen die ik verder nog tegenkwam waren redelijk vanzelfsprekend. Kleine dingetjes, bijvoorbeeld het haar. Ik had al lang haar. Ik weet niet waarom ik lang haar had. En Sikhs zeggen dat haar heilig is. Je mag je haar nooit knippen of scheren. Want dat is natuurlijk, dat groeit en waarom zou je dat veranderen? We kunnen er niet meer omheen. Het is ook vrijwel constant in het nieuws. Nederland, of eigenlijk Europa, denkt dat het een vluchtelingenprobleem heeft. Mensen uit de verschillende brandhaarden van de wereld. Tussendoor is er soms ook een lezing. Ik heb zelf al een keer of 5 een lezing in het Nederlands gegeven. De meeste lezingen zijn het in Punjabi, maar ik geef dus lezingen in het Nederlands. Voor Sikhs is het dus volkomen duidelijk wat we in Nederland aan moeten met vluchtelingen.
Het draait dan natuurlijk om het derde punt, Wanchakra, het helpen van mensen. Als Sikh dien je mensen te helpen. Er zijn drie dingen in het Sikhisme die belangrijk zijn. Het mediteren. En met mediteren bedoel je dat je God altijd in je gedachten houdt. Dus alles, bij alles wat je doet hoor je God in je achterhoofd houden. Het tweede punt is werken. Je moet werken voor de kost. Je moet niet de maatschappij tot last zijn. Dus je hoort niet te bedelen. Je zult ook geen Sikh bedelaars vinden bijvoorbeeld. In India vind je veel bedelaars, maar Sikhs bedelen gewoon nooit. En het derde punt is het dienen van de mensheid. Je moet mensen helpen die het slechter hebben dan jij. Dus wat ik nu doe is één keer per jaar een collecte, bij een collecte aansluiten. Dus nu doe ik de Nierstichting. Ik denk niet thuis. Ik hoor niks, dus ik ga naar de volgende. Kan natuurlijk, hè. Religie is in Nederland een redelijk taboe. Het is veel moeilijker om achter iemands religie te komen dan achter iemands seksuele voorkeur bijvoorbeeld. Over religie spreek je niet. Dus niemand spreekt over religie, dus ze vragen ook niet aan mij wat voor geloof heb jij of zo. Goedemiddag, collecte voor de Nierstichting. Nierstichting? Ja. Ze veronderstellen misschien dat het moslim is, maar dat vragen ze ook niet. Alsjeblieft. Dankjewel namens de Nierstichting. Oh, ik moet er wel in. Dankjewel. Dag. Dus die nieuwsgierigheid is er niet bij Nederlanders. Of het taboe is heel erg groot, één van de twee. Goedemiddag, de Nierstichting. Goeie doel. Zo gaat het goed als ik dat zo... Ja, als ik het door wil nog. Dat gaat heel erg goed. Dankjewel, dankjewel. Geaccepteerd, ja. Ja, het zit meer in de richting van getolereerd. In dit huis ben ik geboren. Maar ze zijn niet thuis. Alles is meegenomen. Alle beetje zelf, hè? Alle beetje zelf, ja. Dankjewel namens de Nierstichting. Alsjeblieft. Oké. Ja, ik ken hem. Hij is van de Sikhs. Geen secte, maar verder weet ik het eigenlijk ook niet wat het precies inhoudt. Maar hij woont daar een paar huizen verder. Wij zagen hem hier regelmatig en we dachten, ja, wat moet hij nou, hè? Maar ja, toen vertelde zijn zus dat hij van de Sikh was. En hier in Haren valt het natuurlijk wel op als hij zo rondkomt. Want hij heeft ook wel eens ooit met een collectebus rondgelopen en dat hij s'avonds aan de deur kwam. Ik zeg, nou Theo, zo zul je niet veel krijgen. Ik zeg, want dan maakt niemand open. Ja, zegt hij, maar ik ken jou goed en dan kom ik alleen bij jou. Wil je ons quoteren? Ja, collecte voor de Nierstichting. Ik heb hier niks aan zitten. Niks, dat is een beetje weinig. Wacht even. Als ik naar de bos ga, of naar Tilburg of Eindhoven of Oosterwijk. Nee hoor, er zal niemand mij aanspreken. Echt niemand. Ik denk dat het in die 5 jaar dat ik nu een tulband draag, is het misschien 2 keer overkomen. Die het echt het gesprek aan willen gaan, hè? Wel naroepen of zo. Osama Bin Laden, Alibaba, Efteling is nooit de meest vriendelijke, kun je zeggen. Dus ze hebben allemaal associaties met terrorisme, in principe. Dankjewel, namens de Nierstichting. Dag. Ja, baard en tulband, dat schijnt dan terrorist te zijn. En zeker na 9-11 is dat natuurlijk toch kritisch. En het klopt ook wel, want in Amerika zijn de eerste man die vermoord werd na 9-11, was een Sikh. En het gebeurt nu nog regelmatig dat er haatgeweld is tegen Sikhs in Amerika. Dat zijn mensen die weten het dus niet. Dankjewel. Dankjewel namens de Nierstichting. Dag. Doei. Collecte voor de Nierstichting. Dan zal ik wel even iets pakken. Ik wacht eventjes. Ik ken hem wel van vroeger bij de scouting en ik zie hem wel eens lopen en zo. Ja, ik heb respect voor hem dat hij het zo doet. Dus als dat zijn geloof is, nou, lekker laten doen, zeg maar. Dan vind ik gewoon niet dat je daar eigenlijk voor buiten de scouting gezet moet worden. Omdat dat je geloof is. Oké, dankjewel. Bedankt namens de Nierstichting. Het officiële gedeelte begint met een staand gebed met de Ardaas. Een soort dankgebed is dat. Eigenlijk is de Ardaas, als je hem goed vertaalt, dan zit de hele stuk geschiedenis in de Ardaas.
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। En dan gaat iedereen weer zitten en dan wordt er een stukje voorgelezen uit de Guru Granth Sahib. Dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte, want dan spreekt de Guru. Daar kom je eigenlijk voor, hè, om de Guru te horen spreken. En het moeilijkste ding is eigenlijk om het Heilige Schrift als de levende Guru te zien. Mijn logische redenering was op een gegeven moment, Sikhs hebben zoveel respect voor de tekst, dat ze het heilig boek als een mens vereren. Of als een halfgod vereren. Gemeenschap is wel redelijk belangrijk. Je kunt niet in je eentje, ja het kan wel, maar om in je eentje Sikh te zijn is een beetje onhandig. Ik heb vanmorgen niet op de les gezien. Van 10 tot 11 uur is nu. Ik vind het bijzonder op de wijze hoe hij, laten we zeggen, op het pad van het sikhisme terecht is gekomen. Dat was mijn eerste vraag eigenlijk, van ja, hoe komt hij daarbij? Ja, het is wel grappig, want ook toen wij hier naartoe kwamen, hadden we het over het vluchtelingenprobleem. Ja, het is niet anders. Ja, ik denk wel dat hij een stap verder is dan ik. En dat is dan weer bijzonder, van hoe kan het dat hij een stap verder is, en niet één stap, meerdere stappen verder dan ik. Hij is echt een pure Sikh, zeg maar, wat, hoe je eigenlijk moet je gedragen, zeg maar, hoe je moet kleden. En wij, ja, een beetje op westerse manier, gewoon met broek en zo. Hij is dan echt een pure, dus hoe je eigenlijk moet doen. Dus wij moeten iets van hem leren nu eigenlijk. Iedereen kan Sikh worden. Er zijn in principe geen beperkingen. Men zegt iedereen is geboren als Sikh, alleen ze hebben het niet ontdekt. Ik maak me nu geen zorgen meer, laat ik zo zeggen. Niet dat ik nou zorgeloos ben, maar gelukkiger. Gelukkiger. Ja, ik ben niet zo spiritueel aangelegd, dus ik kan het niet echt in spirituele termen uitleggen, maar dat heeft het mij wel gebracht. Veel rustiger, veel berustender, veel aangenamer.